Het is nodig, er is vraag naar. En het is eigenlijk ook vrij eenvoudig te organiseren. Doe dat dan. Ik zou eigenlijk aan de burgemeester van Bornem willen vragen. Morgen heb je de middelen. Of je die keuze als burgemeester ook zou maken. Als ik die 360.000 euro voor de, dat is wel de volledige lijn dagelijks, dus uurverbinding krijg, als de lijn mij die geeft, ga ik dat onmiddellijk doen. Dat doen onmiddellijk. Als we vanuit Vlaanderen ons vraagt om een symbolische bijdrage te doen voor taxichecks, zal effectief dat budget waar ik het daarnet over gehad heb, worden ingeschakeld. Ik vond het een heel boeiend debat. Ik heb ook heel hard genoten van de specialisten op voorhand. En ik heb gezien dat hier in Bornem echt de mobiliteitsvraag leeft om die bus over de schelde te krijgen. En als we morgen de lijn veranderen tot een organisatie die meer lokaal wordt aangestuurd, dan moet dat ook mogelijk zijn. Ik vond het boeiend, maar ook moeilijk, omdat het publiek een andere verwachting had. En dat we niet het antwoord hebben kunnen geven waar het publiek op zat te wachten. Dat is de eerste keer dat ik vanuit SPA een consensus hoor om meer te investeren in openbaar vervoer. En ook in deze regio. Dus ik vind die anderen, die zitten zagen over de Ivoren Toren van de lijn. Maar ze zitten er godverdomme dan zelf in, nee? Wel, men heeft mij precies een beetje uit mijn kot gelokt. En ik werd op een bepaald moment een beetje in de hoek geduwd. Alsof ik complete tegenstander was van het verhaal. En dat wil ik toch wel even met kracht ontkennen. Ik heb daar de afgelopen jaren inspanningen voor gedaan, samen met de werkgroep. Nu, ik heb hier vandaag een interessant debat gehoord. Echt de essentie van de zaak, en dat is vandaag die lijn over die brug, dat we daar eigenlijk heel weinig over gezegd hebben. En ik denk dat de meeste mensen hier in de zaal, dat die daar eigenlijk vandaag voor gekomen zijn. De burgemeester heeft het antwoord gegeven, die lijn komt er voorlopig niet. En nu, ik vrees, en ik hoop dat het werk van de actiegroep van Dirk dat niet voor niks geweest is, maar ik vrees ervoor, wanneer ik dat hier hoor, dat die bus er nooit gaat komen. En ik vrees dat we binnen 5 jaar opnieuw hetzelfde debat gaan voeren dat we hier vandaag gehoord hebben. Spijtig genoeg. Maar wat betreft die lijn, Dirk, vrees ik dat u van een kale reis terugkomt. Ik heb dat hier vandaag gehoord. De burgemeester van Bornem wil niet dat er concurrentie is tussen de verschillende openbare vormen van openbaar vervoer. En ik heb hier een rapport van de verkeerscommissie van Temse van september vorig jaar, waarin duidelijk de visie van Bornem staat. Men vreest dat er meer bussen gaan komen, dat dat concurrentie gaat zijn voor de trein. We willen ook niet meer scholieren uit Temse. Men heeft er ongeveer 160, we moeten er geen meer hebben. Staat hierin. Gepensioneerde mensen die naar de kliniek moeten komen, in Temse is met een zeerste ontgoocheld. Want er is inderdaad nood om naar hier te komen. En die mensen kunnen inderdaad slecht uit de voeten. Maar nu, die lijn komt er niet. Die mensen zullen te voet moeten komen van het station naar de kliniek. Dus ik moet eerlijk zeggen, heren politici, ik ben vandaag heel ontgoocheld over de essentie van dit debat. En dat ging over die lijn, over de brug.